Energiemaatschappij Nuon veilt Heliantos, een proeffabriek die flexibele zonnecellen produceerde. Vandaag organiseerde Nuon een kijkdag voor geïnteresseerde kopers. We hebben hier vandaag een kijkdag bij de fabriek Heliantos. Mensen kunnen hier kijken omdat wij een veiling organiseren waarbij alles wat hier staat en het gebouw geveild gaat worden. En waarom wordt deze fabriek geveild? 2 jaar geleden hebben wij aangekondigd dat wij op zoek gingen naar een investeringspartner om te kijken of we dat grootschalig op de markt konden brengen. Dat is niet gelukt, die zoektocht. Wij hebben uiteindelijk moeten zeggen dat wij deze fabriek gingen sluiten. Wat werd hier geproduceerd? Hier werd zonnecelfolie geproduceerd en dat was op een rol. En dat wil zeggen dat het heel flexibel was, dat je kon integreren in daken. We hadden op het moment dat we zeiden dat we gingen stoppen, hadden we 50 mensen in dienst. Het personeel is al op het moment dat we aangekondigd hebben dat we gingen sluiten, is dat al in een sociaal plan gekomen. En die zijn op dit moment niet meer aan het werk. Nou, we hopen het zoveel mogelijk als geheel te verkopen. Dus eigenlijk alle onderdelen in 1 keer en het pand. En dat kan allemaal op geboden worden op 16 en 17 april.